Energy vibration lezing voor de Leo Sun, Moon and Rising. Bedankt voor de terugkomst. Bedankt voor de steun. Het is de tweede week van maart. De energy vibration in deze week van de harde en de water energy als de zodiac energy. Week begin van 5 tot en met 11. Het is een week waar jullie bring your financial stability. Je houdt vast aan wat je heeft. En daar is een lesson, een les dat je moet leren. Het is een les dat leer wanneer je heeft wat finans of wat geld dat je houdt vast daaraan. Het is een les dat we willen laten leren dat je hoeft niet alles om te geven. Het is een les dat je hoeft niet blind vertrouwen in situatie en mensen om te doen, omdat daar is waar je heeft en fout gedaan, omdat sommige van jullie heeft een situatie. Die energie van de Hermit komt binnen om te zeggen, bekijk je verleden, omdat je hebt blind vertrouwen in iemand gegeven. En door dat blind vertrouwen wat je hebt in een familieleider gegeven, deze familieleider gebruik het en heb je helemaal topsy-turvy gezet. Wat gebeurt is dat nou, je moet hier je rug, zet je rug daarachter en kijk vooruit. En met je rug daarachter zetten, kijk vooruit, omdat jij je gaat hier een overwinning krijgen, maar probeer vooruit te gaan kijken. Je krijgt echt succes, je krijgt een celebration, je krijgt de eind van een situatie, je krijgt succes en een celebration, omdat deze situatie komt nou tot een eind, gelukkig maar. En je krijgt wat financial stability en financial, financial stability en de geld wat je moet best wel krijgen. Het is zoiets als een erfenis dat je komt achter dat je moet krijgen. This erfenis is van your family, okay? And it can from your father of moeder of your moeder of vader. Maakt niet uit, maar het is een erfenis dat was daar voor jou. En mensen proberen het onder even te blokkeren dat je het nooit zal geweten. En dan probeer ze op een andere manier om het achterhoud te houden. Maar de situatie is dat daar komt een eind. Dit is betekent voor sommige mensen, het heeft mee te maken met een karmatic situatie dat gebeurt. Niet in je woonplaats, maar in een onderstaat of dat soort of ding. Waar sommige van je familie wil echt jou geblokkeerd. En die hebben dingen van jou genomen en gestelen. En nu het komt tot een eind. Omdat het de informatie, de situatie is nou bloot boven water gekomen. En nu iedereen weet precies wat is gebeurd. Sorry, het is in de nacht, maar ik zit mijn koffie om te drinken. Ik wil tegen jullie zeggen, wees voorzichtig met deze situatie. Niet echt wees voorzichtig, maar staan your grounds. Dat betekent staan stevig in je schoenen tegen deze persoon. Omdat deze persoon en deze groep, deze
persoon, want ik zie de energie is een groep. Deze energie is zoiets als een groep of mensen die denken, ja, ze hebben alles, dus waarom moet ze, wat meer wil ze hebben? Nee, zo werkt het niet. Wat is bedoeld voor jou, krijg je altijd. Het maakt niet uit wat voor soort van mensen, met wat soort van energie komt naar jou om het te blokkeren. Het kan 10 jaar nemen, 20 jaar nemen, 30 jaar nemen, je krijgt het best wel terug, oké? Als ik bekijk, de hermit zit je, de hermit vraagt je om even te bekijken deze situatie. Hoe, dit is al gespeeld, niet door de andere persoon, maar omdat je hebt blind vertrouwen op mensen, situatie en dat soort van dingen. En de les in this is dat, hou stoppen met de blind op dingen gaan doen en blind vertrouwen op mensen. Dit is iets wat je moet leren om niet iedereen alles laten bloot te vertellen en alles te geven en dat soort van dingen. Maar probeer even iets achter te houden voor jezelf en niet alles bloot te geven. Als je bent op zoek naar werk, krijg je best wel werk. Je hebt drie keer de energie van de drie van staven, dat is een energie waar je laat iets achter jou en je bekijkt vooruit. Je gaat de situatie overwinnen en dat is best wel goed. Als je bent op zoek naar werk, de geledenheid van werk komt binnen en je gaat even connect met andere mensen, die gaat je best wel helpen. Er is een situatie met geld en dus geld komt wel terug naar je toe. Er was een situatie waar sommige van jullie dat is getrouwd of in een heel lange relatie, dat mensen proberen wat geld te blokkeren van jou, dat jullie zal de geld niet krijgen. En nou is het alsof de universal engels kom in en zegt, nee, dit gaat niet gebeuren. Deze situatie wordt opgelost en wat was bedoeld voor jullie, jullie gaat het best wel krijgen, oké? Heel veel succes komt naar jullie naartoe, sorry, maar ik moet best wel de koffie even gaan drinken. Heel veel succes komt naar jullie, maar ook heel veel overkomen van obstakels. Dit is die energie van heel veel overkomen van obstakels. Er was zoveel obstakels op je weg, zoveel dingen dat gebeurt en nu het komt tot een eind, oké? Voor sommige van jullie, die zijn, of je gaat binnenkort, het is zoiets als jullie hebben iemand ontmoet, een tijdje geleden, je voelt je connect met de persoon, en opeens is de persoon gepleit, en deze persoon, het is iemand die is financieel stabiel. Ik heb gevraagd, wil de persoon met jou door Financial Radiant of de persoon is best wel verliefd op jou. En de antwoord was dat die is verliefd op jou, maar daar was een soort of a cloud, een soort of energy dat zit deze persoon te blokkeren. En nu daar komt echt een eind en daar komt een verandering in de relatie tussen u en deze persoon. En dit wordt best wel goed. Dus, dames en heren, het woord zeer positief, week voor de mensen die voelen alsof er was een blok op je relatie om samen met u en deze persoon in aanraking te komen of connectie te krijgen of een connectie te maken. Het komt nu tot een eind. Voor de mensen
die kwam achter dat bepaalde situatie, dingen was weggenomen. Je krijgt het wel, wel terug. Voor de mensen die is op zoek naar werk, ja, je krijgt echt wel werk, nieuwe werk, nieuwe kansen. Positieve uitdaging komt op je weg. Namaste, tot volgende keer.